welkom op ons YouTube-kanaal. Abonneer en druk even op het belletje. Okidokie. Doei. Blauwe duimpjes. En abonneren. Doei. Welkom bij deze nieuwe vlog. Wij zijn de familie Maaiers. Leuk dat jullie kijken naar onze nieuwe vlog. Kijk gezellig mee vandaag. Nou, ik ben net een klein drie kwartier ben ik thuis van het werk. En ik ga even heerlijke tosti maken. Ja. Dus ik heb er voor vandaag heb ik erop zit erop. En vanaf volgende week kan het wat drukker worden na de Pinksteren. Dus ja goed, in ieder geval, dat is dat. Ik heb me heerlijk gedoucht en omgekleed. En Linda is er ook. Ja, hallo. Ik word even naar het theater geweest. Ik heb kaartjes voor een type Amalie gehad voor volgend jaar. Voor volgend jaar mee. Ja goed. Als je zoiets wilt, dan moet je kaarten halen op tijd. Wow, ik film me daar, ben ik helemaal vergeten. Maar ik nog aan, heb je nog op een briefje? Ja. Is dat te laat? Ja. Maar goed, maar niks uit. Volgende keer beter. Ja, daar heb ik even niet meer gedaan. Maar niks uit. Nou, ik ga in ieder geval even een heerlijke tosti maken, zoals jullie zien. En ik zou zeggen, geniet van de beelden wat we gaan maken. Linda is thuis. En wie is nog meer thuis? Tada! Moet je niet naar school? Nee? Waarom niet? Waarom hoef je niet naar school? Je hebt een studiedag vandaag. Ah, je hebt een studiedag. Ah, daarom was hij vrij vanmorgen. Dat hij uit kon slapen. Ja, dan ging Linda. Ja, dus ja, goed, in ieder geval, dat is dat. Er staat wel vandaag nog een en al op de planning vandaag. Maar dat zien jullie nog wel vanzelf, dus dat komt wie het komt. Het komt wie het komt, hè. Ja, gezellig, hè. Ja, dit is fantastisch. Nou hebben we heerlijk lekker weekend. En dan zijn we heerlijk lekker vrij. Dus ja, goed, in ieder geval, dat is dat. Ik wacht even tot de tosti klaar is. En dan hopelijk hebben jullie genoten van de vlog gisteren. Dus we zijn weer blij dat de auto weer terug is. En ja goed, Linda heeft er vandaag mee gereden. En je merkt dat er een hele nieuwe koppeling set in zit. Ja goed. Zo, die is al klaar. Dan doen we de volgende erin. Hopla. En dan doe ik even wat mayonaise erin. Zo, nou. In ieder geval, ik ga hier weer lekker lunchen. Lekker eten. Even naast Linda zitten. Komt er nog een kijken. Dus ja goed, in ieder geval, ik ga even lunchen en dan zien jullie ons dadelijk alweer. Juppie! Zo, de tosti is op. Pakken we de volgende. En dan ga ik daar heerlijk eten. Zo, we zijn weer even wat verder. Kijk, ik heb de lunch heb ik op. En hier heb ik het ook gelijk even opgeruimd. Ja, Linda gaat even wat drinken. Ja. Ik was van plan om naar boven te gaan en mijn schoenen aan te doen. En dan gaan wij zo. Ja. Was een theater heerlijk geweest. En het schijnt dat theaters toch samen met elkaar werken. Dus ja, ik weet het niet. Dus
Ik weet een hele en Kerkrade. Dat is wel dan samen. Maar de rest weet ik ook niet precies hoe of wat. Dus, maar goed, dus in ieder geval, ik ga even mijn schoenen aandoen. Zo, ik heb mijn schoenen aan, zoals jullie zien. Dus ja, Linda was net hier boven, even boven alles nakijken. Dan hebben jullie al een idee. Dus, en goed, de post was weer geweest. Krijgen we die folders weer. En dan gaan we zo naar de auto. Ja. Zo, wij zitten weer in de auto. Ja. En Daan, kijk. Let's go. Dus in ieder geval, we gaan even ergens naartoe. Waar? Nee, we gaan daar even wat boodschappen halen en we gaan even naar Duitsland toe. Dus in ieder geval, je ziet ons dadelijk in Duitsland. Zo, wij zijn op de bestemming, zijn we aangekomen, kijk. Tadaa. Dan zijn we hier. Dan zijn we voor de tweede keer deze week. En je merkt toch echt, als het einde van de week is, is het toch wel wat drukker als het begin van de week. Maar dat is normaal. Dus ja, goed. Het is wat het is. Nou, Daan is er ook bij. Die loopt daar. Die gaat de winkel in. Dan gaat het karretje pakken. En dan gaan we even kijken wat we nodig hebben. Want we hebben niet veel nodig. En ja, goed. Dat zeiden we maandag ook. Dat is toch ook een... En we zijn weer hier. Dus we gaan die kant op. We gaan naar binnen. En nou is het lekker warm. Toen thuis weggingen was het frisjes. En nu... Ja. Zo, we zijn binnen. Dus ik ga even kijken. Nou, het vlees en zo. Wat jullie hier zien, dat hebben we al. En Daan is even van de kijken voor tot hij wat wilt gaan hebben. Dus gaan we even wachten. Ah, dat is Linda. Pak 6 eentjes. Ja, dus we gaan even verder. Auw. Dat is de bakker. Dan is het brood klaar. Kijk. Daan zit hier in de kar. Ja, liepen we net hier. Waar mensen commentaar aan het geven. Tot Daan in de kar staat. Ach ja. Zo, we zijn bijna klaar. Dus we gaan dan naar de kassa. Dus lekker druk. Zo, we hebben de boodschap ingepakt. Maar ik moet zo even nog wat terug. Zijn we wat vergeten? Ga je even naar de auto? Linda. Huh? Ga je naar de auto? Ik ben wat vergeten. Wat dat? Nou, ik ga even terug de winkel in. Ga ik dat even pakken. Nou, ik heb het. Zo, ik ben de Aldi nog wel uit. Linda is in het Laaierschudders. Ja, ik vind het lekker om eens in het weekend een alcoholvrij te drinken. En dat is wel fijn. Ja goed, ik drink ze niet allemaal, want dat is wel een beetje te veel. Hè? Gewoon, jullie weten wat ik bedoel. Nou, Linda staat bij de auto daar. Dus die ga ik heel even helpen. Maar ik zie dat ze het niet lukt met inlaaien. Tassen zijn ook wat zwaar, dus dat gaan we even doen. Zo, de boodschappen heb ik ingelaaien. De tassen waren wat zwaar voor Linda, dus heb ik dat maar gedaan. Dus, ja, en dan ga ik even de kar daar weer terugzetten. Kijk. Dat verschilt met maandag, hè. Ach ja. Het is wat het is. En we doen dan niks aan. Nee, nee. Eén ding moet ik wel even zeggen. We stonden net aan de kassa. En er waren wat mensen op Daan aan het schelden. Ik weet niet wat er met die mensen aan de hand was. Maar ja goed, dat gaat mij voor de rest ook niks aan. Maar, ja goed, Daan zei iets tegen mij. Wat ik eigenlijk niet hoor. Maar ja goed, maakt voor de rest niet zo heel veel uit. Maar die mensen waren er zich mee aan bemoeien. Ik zeg tegen Linda, hou je mond maar. Want dan hebben we dadelijk heibel hier in de winkel. Ik denk, ja goed, ik ga er maar niks van zeggen. Dan... zijn we er ook vlugger vanaf. Dus, ja, dus in ieder geval. Wij zitten weer in de auto. En ik was net tegen de kijkers aan het zeggen van die mensen. Dat die zo'n schelden waren in de winkel. Ja, die daar. Zijn super druk. Ja, was druk. En ja goed, de mensen zijn wat gestrest als het wat drukker is. Dus, maar ja goed. Het is wat het is en we doen er niks aan. Maar in ieder geval, we gaan nu naar de volgende winkel. We gaan positief verder.
plassen dat negatieve gedoe, daar hebben we absoluut geen zin in. Maar ik denk, maar we gaan dus eerst de boodschappen gaan uitpakken. Ja, we gaan eerst even... Lijkt me verstandiger. We zien het wel. Ja, dus in ieder geval, we gaan het zien en dan merken jullie wel vanzelf wat we gaan doen. Yes? Zo, we zijn bij de volgende winkel aangekomen. Linda was een beetje aan het mompelen. Dus ik ga heel even de tassen pakken, één moment. Zo, ik heb de tassen. Dus de boodschappentassen. Wat een onderhondje. Ik en Linda. En dan was ze een beetje moe. Och ja, maakt niks uit. Is normaal. Nou, even de tassen eraan. Kijk. Kijk. En zo gaat hij erin. En eruit. Nou, we gaan in ieder geval even naar binnen toe. Dan gaan we even kijken wat we nodig hebben. En dan gaan we het zien. Ja, en hier is ook wat drukker. Er zijn een paar mensen hier. We gaan even verder. We hebben hier niet veel nodig. Nou, we zijn bijna klaar. Gaan we even de laatste gang gaan winnen en dan... Ja. Jippie. Nou, we hebben alles. Gaan naar de kassa. En dan moeten we even wachten. Zo, we hebben de boodschappen weer ingepakt. Ja goed, het is wat zwaar. Maar ik kom door die pakken drinken en kattenbakvulling. Dus ja goed. Linda gaat het karretje terugbrengen. Tada! Tada! En daarna even een nieuwe goal. Alleen hij had geen bal. Ja, goed. Nou, Linda komt eraan. We gaan naar de auto. Zo, we zitten weer in de auto. Ja. En we gaan naar de laatste supermarkt. Dus in ieder geval, Aldi, dankjewel voor de boodschappen. Dat we hier mogen kopen. Let's go. En dan gaan we even naar de volgende. Dus, daar zien jullie ons daar. Zo, we zijn bij de volgende winkel aangekomen. En dat is op Heerlen Heide. Nou, ik ga even de tas even pakken. Daan is weer baldadig. Goed, dit is een echte jongen. Dus ja goed, het is wat het is. En we doen er niet veel aan. Oh jawel, we kunnen wel wat eraan doen. Nou, in ieder geval. Hij gaat de kar halen. We gaan hier naar binnen. En dan gaan we nog wat boodschapjes halen. Nou, even de tassen. De tassen eraan. Nou, dan doet een kar een keer de kar duwen. Yes! Nou, waar zijn we? Daan is goed aan het helpen met de kar duwen. Hij wil dat hebben. Zo. Ja, dus we staan hier bij de snoepafdeling. Nou, ik denk dat we zo naar de kassen gaan. Een paar dingetjes nog en dan zijn we klaar. Huh? We staan in de kassa. Daan is een kunstenaar. We gaan even de boodschap erop leggen. Zo, ik heb de boodschappen hebben ingepakt. Kom dan, we gaan naar de auto. De auto hebben we hier voor staan. Dus in ieder geval, Linda komt eraan en dan ga ik dat in de auto zetten en dan gaan we instappen en wegrijden. Zo, wij zitten in de auto, dus we hebben alle boodschappen in huis. Of in de auto. Laten we het daarop houden. En we gaan nu richting huis. En dan zien jullie ons thuis dadelijk. Yippie! Zo, wij zijn thuis aangekomen. En kijk, dit zijn de boodschappen voor deze week. Dus laat ik het heel even zien. Ik heb me bij de diepvries. Ja. Dus spinazie, pizza. Kan Linda die alles opruimen. Ja. Dan hebben we hier kattenbakvulling. Waterballonnen. Dat. Wasverzachter. Niet 2, maar 3 melk. Niet 1, 2, 3, 4 pakken. Voor te ontkalken, die lag er weer. 2 stuks. Potje pindakaas. Broodjes. Champignons. 1 zak aardappelen. Broccoli. M&M's. Komkommer. Kras bij de kaas,
doekjes, sponsjes, hanuta, nog eens koekjes, ik weet niet hoe die heet, Mr. Tom heet dat. Twee keer chocola, Twix, oh ja, is ook chocola. Twee keer aardappeltjes, één keer kipfilet, komijnenkaas, niet één, maar twee potten. Boterhammen en pandalen aan mijn zakjes. Popcorn. Aftershave voor mij. Nog een zak chips. Had je de mannen wel laten Twee keer jus. Rode kool. Roomkaas. Champignonsaus. Roomsaus. Appelmoes. Echte wortelen. Dat we gedaan hebben. Een slot. Ja. Joost mag weten waarom. Nee, grapje. Voor de fiets natuurlijk. Zeep. Afwasmiddel extra. Afbakbroodjes. Spiesjes. Kipspiesjes. Chocola. Uit Duitsland. Een wortel. Snoepjes. Van de kat. Zo heet dat. Katja, sorry, excuses. Doosje eieren. Roggebrood. Alles reiniger. Boter. Twee flesjes Crystal Clear. Twee keer smeerkaas. Ik vind die niet lekker. Haricot vert. Maar ja, goed. Andere mensen vinden het wel lekker. Haarshampoo. Macaroni, twee keer kaas, nog een zak chips, haring, Linda, beschuit, goudkuipje, twee stuks smash koekjes, drie blikjes. Twee flesjes cola zero, witte chocopasta, haargeslag, tandpasta nam Linda net mee, vis, twee keer mandarijnen, 1, 2, lekker varkenshaasje, worstjes, gehakt, en varkenslapjes. Dat is in ieder geval. Oh ja, en hier. Dat is de ijsthee. Een lekker biertje voor het weekend. Moet kunnen. En toiletpapier. Nou, die toiletpapier zet ik altijd hier. Dus in ieder geval, dat is helemaal klaar. We gaan de boel even hier allemaal opruimen. En dat soort dingen allemaal. En dan is het weer klaar. Yippie. Zo, kijk. De hele boel hebben we weer opgeruimd. En wel. Wij zijn van plan om nou even weg te gaan. Waar naartoe? Dat zien jullie wel vanzelf in de vlog. Maar dat zien jullie dan, of dat zien jullie dadelijk wel in de vlog. Want ja goed, wij hebben er een beetje over lol gehad. Dat is het enige wat ik wil zeggen. En dan gaan wij even daar naartoe. Wat het is, dat zien jullie wel echt vanzelf. Dat meen ik echt oprecht. Yippie! Oh, ik en Dan zit in de auto, daar komt Linda. Ja. En ik heb me even die jas heb ik even uitgedaan, want het is nog heerlijk weer. Dus lekker zomerse temperatuur. Huh? Ja. Dus Linda is er ook al. En dan, ja. Huh? Let's go. Dus in ieder geval, je ziet dadelijk al waar we naartoe gaan. Tot dadelijk. Oh, wij zijn op de bestemming zijn aangekomen. En zoals je op een bord ziet. We zijn bij Autovaas, we moeten even hier zijn, even nog wat regelen. Even een kusje dus, ja, dat doen we dadelijk wel. Dus in ieder geval, die meneer staat al te zwaaien. Wacht even, even wachten. Kijk, dat is Lennon. Kijk, staat een mooie opdaging. Kijk. Kijk, en dat is een meneer. Die doen het allemaal zo fantastisch hier. Dus zeg even hallo tegen de kijkers. Hallo! Kijkers. Hallo! Dat zijn de topmensen die hier werken. Hoi! Hoi! Dus, hoi Linda!
Dus we gaan even wat regelen. Het is nou even hier geweest, hier binnen. En ik wil toch nog heel even wat laten zien. Dit is onze auto. Hyundai. Die laten we hier. Dat was onze auto. En dit wordt onze nieuwe auto. Dus het is allemaal mooi. Allemaal chic. Ik moet even het geluid even uitzetten. Ja, en dit is onze nieuwe auto. Yay. Kijk, we hebben navigatie en alles. Ja. Dus Daan is ook blij. Ja, want ik kan automatisch de deuren dicht. Ja, dus in ieder geval. Dit was dus de bedoeling, een verrassing voor jullie als kijker. Dus wij hebben een nieuwe auto. Dus in ieder geval, we zijn hartstikke blij met deze auto. Ja. Dus in ieder geval, voor nu zeg ik even tot wat later. En dan zien jullie ons dadelijk thuis. Wij zijn even thuis aangekomen. En we hadden nog een reservesleutel van de oude auto. Dus die gaan we even terugbrengen, want die is toch tot 6 uur open. En daarna gaan we weer terug naar huis. Dus mooie auto. Dus Linda hoeft als we weggaan de telefoon niet meer aan te vast te houden. Want het navigatiesysteem zit in de auto. Dus ja, dus in ieder geval, wij gaan weer richting auto. Zo, wij zitten weer terug in onze nieuwe auto. We gaan even terug naar de autodealer. En dan gaan we daar even die reservesleutel even inleveren. En dan komt alles weer dik in orde. Hè, Linda? Ja. Dus in ieder geval, dat gaan we eerst even doen. En dan spreken jullie dadelijk. Joepie. Bye-bye. Zijn ze blij. Top met deze vervolgens zit en niet opzij. Nee, dat klopt. Tot later. Oh, we zijn even een tijdje verder. Ja. En ja goed, wouden we toch kijken naar een hapje te gaan eten. Maar niet hier. We gaan even wat anders uitproberen. Daan heeft het eigenlijk nog nooit gehad. Nee, echt nog nooit. Nog nooit? Kijk, wat zijn dit? Weet ik niet. Vochten dingen. Ja, moet je vooral... Oh. Hij gaat weggooien. Ja goed, Linda is er eerlijk gezegd niet zo heel erg dol op. Hè? Het is eigenlijk een soort van McDonald's, maar dan de dochter. Ja. Hier, we gaan hier eens kijken. Nee, we gaan hier. Hallo mama, we hebben het net gezegd. We gaan met een burger klikken. Heb je dat weer verklapt? Ja. Oh shit. We gaan even. Ik laat het zo zien. Dubbele cheeseburger. Kijk. We gaan hier eens uitproberen. Want we staan op de McDrive. Ja. We gaan hier. Hier gaan we naar binnen. Dat is bij Happy Italy. Dan gaan we hier eens kijken. Kijk, en zo ziet het eruit. Ik ben er één keer geloof ik eens geweest hier. Maar dat is heel lang geleden. Dus we gaan naar binnen. Linda komt eraan. Even wachten op Linda. Nou, we gaan even kijken wat we willen gaan bestellen. En dan zien jullie het dadelijk. Zo, we hebben besteld. Dus ik ben dus benieuwd hoe Daan het gaat smaken. Het is anders dan normaal als bij McDonald's. Dus ik heb een bonnetje. Bonnetje. En ja goed, moeten we even wachten, want ze moeten nog maken. Dus yes. Zo, we zijn lekker buiten gaan zitten en dit is ons eten voor vandaag. Dus in ieder geval, wij gaan heerlijk lekker genieten. Yes, en we zijn hier bij het de Rode Boulevard. Toppie! Oh, dankjewel Burger King. Ik weet niet wat is. Nee, we gaan kijken. Zo, we hebben heerlijk gegeten. Linda gaat even nog naar het toilet. En Daan is hier nog bij mij. Was het lekker? Nee. Zeg eens tegen de kijkers. Nee, was niet lekker. Oh, hij vond het niet zo heel spectaculair, dus kijk. Ja goed, we zitten lekker buiten, dus dat is wel mooi. Dus in ieder geval, ja, daar is Horenbach. Kijk maar. En daar heb je het Rode IC stadion. Ja goed, er zijn nog momenteel geen wedstrijden van Rode. Dat ligt nou stil tot het volgende seizoen. En waarschijnlijk is hier dan wel een open dag. En dan gaan we misschien kijken om daarheen te gaan. Maar dan merken jullie dan tegen die tijd vanzelf. Dat zal waarschijnlijk ergens in augustus denk ik zijn. Dus ja goed. En je hebt hier Happy Italy. En
Ja, en dat allemaal, weet je, klokgolf en dat soort dingen, bioscoop en dat, ja, dat soort dingen allemaal. Dus ja, goed, ik ga nog even wachten hier. En dan, als we dat hebben gedaan, dan ja, gaan we richting auto. Want de auto heb ik om de hoek gezet, dus er waren extra parkeerplaatsen, hebben ze dat neergezet, dus, of gemaakt. En ja, goed, er was normaal altijd een berg zand daar. En ja, goed, hebben ze daar parkeerplaatsen van gemaakt. Dat is wel handig als je hier komt. Dus, want hier is het altijd heel druk met auto's. Ja, ligt eraan, ja, wanneer je dan komt, weet je wel. Zoals nou, ja, dus mensen gaan op vrijdagavond naar de bioscoop of lekker eten, weet je wel. En dat soort dingen allemaal. Dat is, ja, is wel fijn. Ah, daar komt Linda. Ja. Was het lekker het eten? Ja. Ja. Dus in ieder geval. Ja. Maar wij gaan verder. Kijk, en lopen langs de, naar de auto toe. En dat is hier ook. In het Rode JC. Bij het Rode JC stadion is dat. Dus ik weet niet wat. Oh, Dada One is dat. Volgens mij is dat Chinees restaurant of zo. Ik weet het niet. Maar ja, goed. Dan is volgens mij ergens Pierwaaien. Ik weet het niet. Huh? Linda heeft de stukken en wij gaan naar de auto toe. Zo, wij zitten in de auto. Linda gaat rijden. Ja, nou, de eerste keer. Achter, ik zie alleen niks in de spiegels. Ja. En ja, goed, Daan die was daar ergens in de buurt, dus we gaan die kant op rijden. En ja, dan als hij ons ziet, dan komt hij en anders loop ik wel even naar binnen. Dus yes, dus in ieder geval, dat is dat. En dan zie je ons later. Nou, Daan is ook gearriveerd. Dus ja, goed. We gaan hier de parkeerplaats gaan we af. En dan gaan we richting huis rijden. Linda rijdt nou. Ja. Dus in ieder geval. Je ziet ons later. Kijk, en dan rijden we hier langs. Het mooie Rode JC stadion. Oei, oei. En zo is dat. Ja, dus in ieder geval, dan zit ik naast Linda. Dus kijk wat anders, hè? Ja, ik wou ook eens even rijden. Ja, dus Linda vertelt straks wel hoe en wat en waarom. Dus, hè? Het zal niet heel veel bijzonders zijn, maar ja, goed. Het is een nieuwe auto. Of nieuw, ja. Nieuwe auto is het. En nieuwe ervaringen. Is een nieuwe auto, ja. Ja, dus. En Daan vindt het ook mooi. Ja. Vindt die prachtig, hè? Ja. Dus, en Linda ook? Ja. Goed zo. Hij rijdt er nu te voet. Ja, kijk je wel even uit. Ja. En knapperlig gebruiken, alsjeblieft. Wat dan? Normaal rijd ik. En ja, dan let ik eerlijk gezegd niet zo heel goed op. Dus, Linda let dan niet op mij, zal ik zeggen, als ik aan het rijden ben. Want die draai moet naar achter met de rug. Ja. Ja. Hij staat net te ver op de... Maar ja, is goed, laat mijn brug. Ja. Nou, in ieder geval, wij gaan richting huis. Zo, wij zijn weer thuis aangekomen. En ik ben heel even aan de tablet gaan zitten, want ik heb een paar reacties, of ik heb een reactie gekregen, waardoor ik een shout-out wil gaan geven. Dus een shout-out voor Brian. Want morgen schijnbaar ben je jarig of zoiets. Of ik heb, nee, wacht even. Ja, Brian, alvast een shout-out voor jou. En nog gefeliciteerd met je verjaardag. Mocht je het zien. Dus in ieder geval, ja goed, wij zijn thuis aangekomen. We hebben redelijk, tenminste hun hebben redelijk gegeten. Wij wel. En ja goed, en Linda heeft teruggereden. Dus was leuk, Linda? Ja. Ja, was een beetje even wennen. Voor Linda, want ja goed, Linda is normaal niet zo bekend met zo'n soort auto. Het is ietsjes groter dan wat we nou hebben, of wat we gehad hebben. En we zijn er enorm blij mee. Huh? Dus ja goed, in ieder geval, laat in ieder geval even een leuke reactie achter deze vlog. Dat zou we hartstikke leuk en fijn vinden. En dan gaan we nu echt afsluiten, dus... Vond je dit een leuke video? Deel en like. Vergeet niet te abonneren, klik op belletje
En dan zien we ons morgen in een gloednieuwe vlog. En in ieder geval hartelijk dank voor het kijken naar deze vlog en al die andere vlogs. En dan wens ik in ieder geval een hele fijne, mogen jullie zelf invullen. En hartelijk dank voor het kijken allemaal. Dikke duim voor jullie. Dus in ieder geval, mocht je ons YouTube kanaal nog niet kennen of kunnen. Of op wat voor manier ook. Geef het alsjeblieft door en abonneer even op ons YouTube kanaal. En wat Linda altijd zegt, druk even het belletje aan, blauwe duimpje. En abonneer even op deze knop. En dan zien we ons morgen in een gloednieuwe vlog.